Luister meneer, ik ben laatst dus betrokken geraakt bij een vechtpartij. En ik heb de camerabeelden teruggezien. En jij hebt me dus verdomme geslagen, pik. Ja. Hé! Wat doe je? Is dit wat je wil, meneer? En laat die Mattie met die neppe wisketting van hem. Hé! Oh ja! Je kan geen vuisten meer gebruiken? Hé, rust en vrede, grote vriend. Hé, meneer, ik ben hier. Waarom ren je weg? Nu staan we kiek. Ja, eigenlijk wel. We hebben ook echt hele mooie tijden samen meegemaakt. Meneer, ik denk dat we iets gaan doen. Wat we vaker hebben gedaan. Kom! Hé, meneer! Oh, meneer! Hé, meneer! Hey, Peter Piet. Hey, lekker pik. We zijn er weer. Oh, gek achtervolging. Hey, maar Peter Piet, kom eens. Ja, wat is er? Ik geef je 5000 euro voor je auto. Hey, meneer, hoor je dat? Hey, ga eens tegen het muurtje staan, ik wil jou eerst even fouilleren. Die man disrespect ons, hij wil de auto overkopen voor... Ja, maar ik ben taxi, kijk, wil je zeggen dat wij skeer zijn? Wow, ken je code 2? Dat is vuist in je kont gehad, ken je die? Wow, je gaat nu 10.000 geven voor de disrespect. Rustig, Peter. Wow, nu 10.000. Luister! Hoe meer kan je op je kin raken? Oké, jongens, rustig. 6.000 is voor die auto. Dan koop ik hem nu en ik krijg je nu het geld. 6.000 voor je auto. En ik ben taxi, luister, wacht nou, luister. Je raakt de verkeerde, Luister, nou, ja, ik ben taxi, ik kan je gratis ritten geven. Hoe bedoel je taxi? Ken je deze taxi? Ik heb een eentje, jongen. Gekke man. Meneer. Oh, hey, ik weet wie is dit. Hé, meneer. Je hebt wel vies geraakt, meneer. Bro, geef gewoon nu 5000 voor de disrespect en je krijgt geen code 2. Je wil geen code 2, bro. Dat is vuist in je kont. Ik wil even die auto kopen. Kijk, het is, ik ben Uber. Bro, Uber, heb je ooit een Uber vuist in je reet gehad? Oh, sorry. Hey, wie heeft hem neergeslagen? Jij was dat, hè? Kom hier, kom terug. Kom terug. Oh, shit. Hey, sorry, man. Soms schiet mijn vuist uit. Hey. Bro. Jullie willen dit niet! Jullie hebben me boos gemaakt. Meneer. Je auto op slot zetten. Hey, kom terug met mijn auto. Kleine rat. Hey. Oh, jongens. Stap op, ik pop hem. Oh, ja, ik wil niet medeplichtig zijn aan poppen, maar... Uitstappen, laatste kans. Zet hem op slot. Oh, zit. Hey, bedankt, man, voor de bedreiging. Het gaat allemaal een beetje wild, maar hou vol. Ruik ondertussen mijn kont. Misschien maakt dit je wakker, man, bro. Hey, ambulance! Waar blijf je zo lang, man? Monier, de springkaan is neer. Hey, had jij net Monier neergeslagen? Nee, ik was net jouw scherm. Wie was het? Hij was dat. Wie was het, Monier? Met die blauwe. Deze hier, we gaan het gelijk neerslaan, ja? Hey, Peter Piet, okay. Voor jou. Met die blauwe. Deze was het dus. Deze was. Oh, shit. Man. Peter Piet. Hey, deze man wil uithalen. Oh, jongens. Die gaat liggen. Jongens, wie was het nou? Ik heb voor mij de verkeerde neergeslagen. Deze was het. Meneer, deze man niet helpen. Hé, meneer, laten we snel weggaan, man, voor de politie komt. Hé, wie komt? Wat kom je mij dreigen? Peter, stap in. Oh, daar ga je. Vriend! Oké, dat is vol VDM wat je hebt gedaan, hè? Hé, waar is mijn auto? Mijn auto is nu weer gestolen, omdat jij... Jij kwam bemoeien. Stop. Jij kwam bemoeien. Pak hem. Pak hem. Nu is mijn auto gestolen. Ja, ik moet mijn auto hebben, man. Broski, stap in. Hé, hey, dat is jouw auto, hè, die nu langs rijdt. Hij heeft hem gestolen. Kom, we pakken hem. Hé, stoppen. Je hebt mijn auto vernieuwd. Uitstappen. Oh shit, er wordt geschoten. Pak je auto, hij is dood. Oh shit, uit mijn auto. Dode hond. Meneer. Hey, Peter Piet. Kom eens even checken, man. Wie zijn dit dan? Ik wil je even laten kennismaken met mijn broer, man. Dit is mijn broer, Hans Piet. Yo, what up, man? Goedemiddag, Hans Piet. Hé, welke zwerver heb je hier meegenomen? Dat is Rico, man. Hé, Rico. Mijn partner in crime. Hé, Rico, is Rico te vertrouwen? Is die Rico te vertrouwen? Ja, deze man is heel goed te vertrouwen. Oké. Hé, maar bro, sinds jij in deze stad bent, hoor ik dat je een beetje in de drugs bent. Ja, maar heel mijn kofferbak zit vol, man. Ja, oh, shit. Hey, Peter Piet, klop. Wie is daar? Niet je vader. Maar wel je zus. Geef me nu 10.000 voor die grap. Oh shit, ik heb nog echt niet. Hey bro, sorry voor alles wat ik over je zus heb gezegd. Hey bro, ik wil even je bedanken voor de 10.000 en sorry voor alles wat ik over je zus zei. Hey, geen stress, man. Maar ik ga deze 10.000 wel gebruiken voor een date met je zus.
privé-auto hey. Dit. Hé, bro, je wil die deur niet openzetten. Hé, hey, sla je mijn auto kapot? Nee, bro, even een raampje, maar die zijn ze... Zo. Hans-Piet, niet zo boos, kom op. Hé, Hans-Piet. Yo. Jij moet even je drugs wegbrengen. Hans? Ja, zeg het eens. Je trekt je broertje wel een beetje mee in criminaliteit. Ja, sorry, maar niet bij stilgestaan, maar die sommige dingen moeten, weet je. Ja, hey, meneer. Piet. Ik zeg je eerlijk, man. Ik weet niet of ik de drugswereld per se in wil, man. Eigenlijk wil ik gewoon bekende rapper worden, man. Je kan ook gaan werken. Heb je diploma's? Een zwemdiploma. Ja, dan kan je beter rapper gaan worden, inderdaad. Ja, dus, maar we hebben een camera nodig, man. Ik heb volgens mij nog een vlogcamera thuis liggen. Moeten jullie mij even afzetten, ja? Dan ga ik even kijken. Ik pak even mijn camera. Dat is goed, man. Hey, Hans, wat vind jij ervan? Peter Piet als rapper. Ja, klinkt wel goed, hè? En ik heb echt een hele goede artiestennaam. Het is? Peter Piet. Ja, die voel ik wel, man. Ja, toch? Check, GA 5. Laat me eens even kijken, Bro, we gaan een zieke clip shooten. Oh, let's go. Hey, luister dan. Die GA 5 is mooi. Oh, sorry. What the fuck doe jij nou weer? Ja, ik moest luisteren. Ik kijk naar jou, man. Zag je die boom niet? Oh, je bent je eigen broertje vermoord. Hé, maar... Die GA5 camera is mooi, maar we moeten nog wel eerst even een track opnemen. Hey, ik ben de beste producer van de stad, hè. Ik weet niet of je dat wist. Monier, jij hebt heel veel talenten. Monier kan de gekste beats maken. En beats hij kan je op je kin raken. Monier op je kin beats. Is dat geen goede naam? Perfect. Hey, ik weet niet waar je heen gaat, maar dit is niet waar we heen moeten gaan komen. Oké, ik weet niet. Ik dacht een burgertent, bro. Ik kreeg honger. We zijn er. Volgens mij mag je hier binnen niet roken, Monier. Oh. Ik gooi hem weg. Oh, ik ben benieuwd, jongens. Ik wil even lekker rappen. Hey, Hans, wil je alsjeblieft niet die platen stelen? Oh, ik dacht dat het meenemen was. Ik heb een best wel goede beat voor je liggen, volgens mij. Ik ga even checken, ja? Oké. Schiet een beetje op, man, manier. Het is warm hier binnen. Ja, toch. Ik laat hem nu afspelen, ja? Ja. Wat vind je van deze? Nee, die is kut. Nee, wacht, ik doe die andere. Is deze beter? Hey, deze voel ik wel. Wanneer raak je op je Kim-producties? Dit is hem. Ja, maar je tikt ze wel, hoor. Oeh. Ja, man, Hans gaat helemaal los. Maar Hans, ik heb een vraag. Kan je me alsjeblieft beloven dat je niet van je eigen drugs die je verkoopt gebruikt? Ja, dat beloof ik, joh. Hey, dus ik zit te denken om een liedje te maken die gaat van... Het boeit niemand wie je bent. Voelen jullie dat? Ja, man. Doe maar. Dus gewoon een beetje zo van... Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Het boeit niemand. Kijk, het is wel een beetje veel in herhaling vallen... Maar dat werkt goed. Wacht, daar heb ik misschien wat voor. Hoor dit. Oh, ja, deze beat voel ik. Dit is hem, hè? Dit is hem. Ja. Dit is hem, man. Manier op je kin beats. Oké. Ik ga hem even opnemen. Druk hem maar aan. Oké, daar gaan we. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Het boeit niemand. Niemand. Niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand. Niemand. Niemand wie je bent. Oké. Ja, yes, hij staat erop. Wacht, laat hem eventjes over de speakers horen. Het boeit niemand wie je bent. Ik voel hem, man. Ja, dit is het. Ja, man. Echt. Niemand wie je bent. Nee. Jongens, ik denk dat we een nummer 1 hit te pakken hebben. Hey, ja, man. Klik hard, man. Jongens, we hebben een hit. We gaan viral. Jongen, maar nu moeten we alleen nog even de clip schieten. Hey, Hans, heb je geen platen meegenomen? Nee, volgens mij. Kijk in zijn tas. Hij heeft sowieso wat in zijn tas zitten. Ik weet het zeker. Want anders staan er alle twee nog. Anders kunnen we nooit meer hier gebruik van maken. Er waren er drie, ik zweer het. Nee, er staan alle twee nog. Kijk, het zijn er drie. Waar heb je het over? Oké, niks aan de hand. Hij heeft wat gerookt. Ik kan niet eens meer tellen, joh. Oké, meneer. Piet, ik ben er. Hans, wil jij misschien op het dak gaan staan om te dansen? Ik wil je niet neerzetten als een danseres, maar het zou fijn zijn. Ik heb moves. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand. Niemand. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand. Niemand. Niemand wie je bent. Hey, ga je als zo'n tering stijve hart blijven staan of ga je ook nog even andere shots pakken? Oh. We zijn even overgeswitcht naar hoger geschud. Oh ja, we hebben goede kwaliteit nodig. Oké, maak een beetje van die bewegende shots, zie je toch? Ja, lekker man. Dit zijn ze. En dan... Oh, sorry bro. Oh, yo. Nee, ik wou gewoon slaan in de camera, een beetje een stoere shot, maar ik raakte jou op ongeluk, bro, sorry. Ben je niet boos, meneer? Nee, sowieso niet. Oh, daar ben ik blij mee. Moet je kan wel wat hebben. Moet je dus niet alleen producer, maar ook filmmaker. Is er niet een... Oh. Ja, Monier is alles in één. Ja. Hey, zullen we met deze auto gewoon hier vanaf rijden? Is dat een goed idee? Ik denk niet dat dat een heel goed idee is. Nee? Oké, dan gaan we door naar de volgende. Goeiedag, politie. Mogen we misschien op de politieauto dansen tijdens voor een videoclip of... Heel misschien. Krijg ik credits? Kom op, man. Ja. Oké. Dan wil ik misschien wel meewerken, man. Ja, heel kort dansen, ja? Oké, ik doe het heel kort. Meneer de agent, zou die misschien eventjes
sirenes aan kunnen zetten voor het extra effectje. Ja, 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 dit zijn ze. Dit zijn ze. Oké, okay, agent, ja, hartstikke bedankt. Geen probleem, ga ik gelijk door. Zou je van mijn voertuig af? Ja, ja, top, ja, dankjewel. Sorry, sorry. En succes, hè, nog jongens. Dankjewel. Welke credits moeten in de clip? Oh, die is weg. Oh, shit, oh. Zo, die hebben, daar is het aan de hand. Maak ook een paar shots voor in de auto. Film die grote achterhoofd van Hans even. Oh, 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 oh. Nee, dat doet oh, pijn. Zo, wat gebeurt er wel? Zo, die camera viel uit de auto. Ik dacht, probeer hem te redden, maar dat ging niet goed. Zo, dat ging echt fucked up. Meneer, is de camera nog heel? Even kijken. SD-kaart, ja, hij doet het. Oké, okay, we hebben alle beelden nog. Ja. Oké, okay, ik zeg je eerlijk, we hebben mensen nodig voor in de clip. Want je kan geen goede clip hebben zonder veel mensen erin. Dus eigenlijk moeten we een oproepje doen bij de blokkenpark. Alleen, het maakt natuurlijk wel af als we ook een wapen in de clip hebben. Dus je weet toch, dat moeten we even gaan regelen. Jullie waren op zoek naar iets, heb ik gehoord. Ja, ja, naar een wapen. Een wapen? Ja. Wie zijn jullie? Op de naam van Munir kan je op je kin raken. Ja, productie beats. Op de naam van Productions. Okay. Laat me even bij mijn baas vragen of die jullie in de lijst staan. Oké, okay, wat voor lijst? Of ik jullie een wapen mag verkopen. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Het is alleen voor een clipshoot, snap je? Ik wil een beetje stoer lijken. Oké, okay, nou, ik ga heel simpel. Heeft u 500 euro? Ik heb 400 euro. Oké, okay, voor dit keer. Maar dan sta je er wel bij ons in het krijt. Wat is je naam? Mijn naam is Munir. Nee. Oké, ik ben eerlijk. Peter Piet. Peter Piet. Oké, Peter Piet, ik geef je dat wapen. Ja, geef mij 400 euro. Ja. En je neemt alleen contact met ons op als je weer iets van ons nodig bent. Verder rest neem je geen contact met ons en weet je niet wie we zijn, oké? Oké, dit klinkt heel serieus. Ik krijg een beetje jeuk in mijn anus, maar is goed. Oké, dan ga ik jou deze geven. Ze zitten er ook, ik weet toch niet dat ik echt kogels nodig heb, maar zitten er ook een beetje kogels bij? Er zitten standaard één clip kogels bij. Oh, dat is mijn mobiel. Oh, zit me. Nee, die hoef ik niet. Ik denk dat het een heel gevaarlijk mobieltje is. En dan moet ik hem later weer even terugbrengen. Je hebt het wapen naar je handen. Jouw vingerafdrukken zitten erop. Wij willen hem niet meer terug hebben. Oké. Okay. Dus je doet me echt een gunst voor de videoclip. Correct. Nou, dat waardeer ik. Yo, boys. Yo, Vaka. Jongens, we gaan een videoclip schieten van Het boeit niemand wie je bent. Lekker, man. Niemand weet wie je bent? Lekker. Ja, zo heet. Het boeit niemand wie je bent. Dat is de track. Oké, we gaan de eerste shot draaien in 1 minuut. Verzamelen. Oké, begin alvast een beetje los te komen, jongens. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Het boeit niemand wie je bent. Nee, het boeit niemand wie je bent. Het boeit niemand. Niemand. Het boeit niemand. Ja, dit zijn ze, man. Oké, okay, jongens, even dansen nog, even dansen. Je bent de man, maar oh, shit, dit is het, jongens. Oh, zelfs politie dans mee. Oké, okay, nu is het moment. Peter Piet! Hé, ben je gek, Peter Piet, joh? Meneer in de grijze jas, je mag blijven staan, man. Iedereen handen omhoog, Wat is voor de videoclip? Hé, jongens! Help, man! Dit is voor een shoot, dit is voor een clipshoot! Ik schoot alleen in de lucht, laat me met rust! Hé! Oh shit! Monier, waar ben je? Hé! Oké. Ja. Oké, je bent geboeid bij deze. Je bent aangehouden voor het hebben van een wapen. Mag ik al uitleg geven? Wat zei je, meneer? Mag ik al uitleg geven? Het was gewoon voor een clipshoot. Ja, dat begrijpen we, maar het is illegaal. Dus, Ja, ik dacht gewoon voor de clip toch. Ik doe niemand kwaad. Ik schiet gewoon in de lucht. Op zijn minst kan ik een vogel raken. Blijft illegaal wapen bezit, dus. Agent, volgens mij zit ik in de problemen. Ik ga u nu snel uithalen. Kijk uit uw hoofd. Oh. U heeft recht op een advocaat. En als je die niet kan betalen, krijgt er eentje aan de staat toegewezen. Je hebt de recht te zwijgen als het zegt. Ik ben al eerder hier geweest. Ik wil gewoon lekker weer rustig in mijn hoekje zitten. Dat weet ik. Ik ben nu advocaat geweest. Oh shit, en nu bent u politie. Ja, zeker. Ja, nou, ik zou zeggen Amanakoidum. Bent u claustrofobisch? Ja, eigenlijk wel. Ik wil eigenlijk gewoon een hele grote cel. Dit is niet mijn wapen. We staan in de van wie is hij dan, meneer Peter Piet? Het bij u hebben is ook strafbaar. Het hoeft niet het wapen van u te zijn, maar als u hem op zak heeft, is dat ja, ook strafbaar. Maar ik dacht gewoon voor de clip, zoet toch?